Jij hebt heel veel moeite moeten doen om überhaupt in de buurt te komen van een deel van de waarheid. Ja, dat is echt een pokkenklus. Ja, maar ja. Ik zat het te lezen, man. Op een gegeven moment, halverwege, was ik het begin alweer vergeten. Ah, je kwam een heel eind. Ja, nee, ja. Maar het is best lastig hoe je uiteindelijk via uiteindelijk ook via een commercieel bureau heb je DNA heb je laten onderzoeken. Ja, ik heb heel mijn creditcard leeggetrokken, overal ingegaan. Ja, wat was het moment dat je dacht van, wacht even, nu ben ik voor het eerst op de goede weg? Want het was heel vaak een doodlopende weg. Ja, ik heb in mijn zoektocht en naarmate ik verder kwam in het DNA-veld, hè, dat ben ik eigenlijk nog maar 3/4 jaar geleden mee begonnen. Toen dacht ik ineens, hey, internationale DNA-testen, daar kan ik misschien wel wat mee. En in die zoektocht ben ik Els Leijs tegengekomen, een familiedetective. En die zei op een gegeven moment, ik was een beetje met haar in gesprek, van hoe werkt dat dan precies? En ik zei op een gegeven moment tegen haar, ik heb een second cousin match. Dat is best wel goed, toch? Dat is best wel dichtbij. Nou, zij ging helemaal door het dolle heen. Oh, dan vinden we je vader, dat komt helemaal goed. Kom maar hier met die stamboom. En die ging helemaal los erop. Want ze had het al vaker gedaan. En ja, ik second kwam net cousin kijken. Is jou gewoon voor familie dichtbij, eigenlijk. Achternicht. Kijk, de meeste mensen zullen hun second cousins niet per se kennen. Maar in een zoektocht... Second cousin. Ja, we gebruiken de Engelse termen, omdat in het Nederlands is alles achternicht. Dus dan is het achternicht. Nou ja, dan raken we een beetje de weg kwijt. Dus we noemen dat dan gewoon bij de Engelse naam. Een second cousin is iemand waarmee ik overgrootouders gemeen heb. Okay. Nou, en dat was de ingang om te zoeken naar de man. Want het bleek ook dat die second cousin was in ieder geval geen familie van je moeder. Nee, ja, dat wist ik niet meteen. Want ik zit dus in 3 databases en mijn moeder heb ik in 1. Maar dan bestaat er GetMatch. Dat is een site waar je gratis je raw DNA van alle verschillende databases kunt uploaden. En daar had ik mijn moeder in gezet. En ik had die second cousin gevraagd, zet alsjeblieft je raw DNA. En zei, hoe moet dat dan? Nou ja, goed. Ik haar daarbij geholpen. En toen kon ik haar checken met mijn moeder. En toen zag ik dat ze geen verwantschap hadden. Nou, dat is een mooi moment. Ja, en dan, ja, het is via Facebook en het Leidse Universiteitsboek kom je uiteindelijk bij een naam. Ja. Waarvan jullie beiden zeggen van, nou... Ja, Amy belde op een avond en de zoektocht was met name haar zoektocht. Ik vond het heel spannend en heel intensief, want je weet helemaal niet of het iets oplevert. Dus je kunt je hele leven wijden aan een zoektocht waar de uitkomst onzeker van is. Ja. Dus ze belde op een gegeven moment op en toen zei ze, zus, wil je het weten? Want ik denk dat ik hem heb. Nou ja, en dan ga je dus achter je laptop zitten en dan google je naam. En dan verschijnt er een foto van een vriendelijk glimlachende meneer met overtuigende blauwe ogen die steeds kleiner worden als die lacht. En dan denk je, zou dit het dan zijn? Is dit dan mijn biologische vader? Ja. Wat zeggen jullie, Ritalin? Grapje. Mooi blauw. Hij is het niet, hoor. Hij is te jong. We weten het heel zeker. Nee, hij is te jong.